welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een full face met make-up maken met mijn minst gebruikte make-up producten. Mijn minst gebruikte make-up is niet per se mijn slechtste make-up. Al mijn slechte make-up staat daar achter in een kast. Die make-up ga ik niet gebruiken. Ik ga echt de make-up gebruiken die ik hier heb liggen, gewoon bij mijn make-up stash. Van de producten die ik gewoon altijd gebruik, dus die ik ook goed vind. Maar ja, als je heel veel goede producten hebt, dan zijn er altijd een aantal die je gewoon het minst gebruikt, het minste pakt en zo. Dus dat is de make-up die ik vandaag ga gebruiken. En dit gaat ook mooi hand in hand met mijn motto om voortaan mijn make-up op te maken en vaker te gebruiken. Dus dit is ideaal. Dan kan ik gewoon vandaag de make-up gebruiken die ik niet zo vaak gebruik. En waarom ik iets niet vaak gebruik, kan echt hele verschillende redenen hebben. Ben je nu al benieuwd en vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga het vandaag voor de verandering qua ogen redelijk makkelijk houden. Ik ga niet voor echt een hele heftige Instagram-achtige look. Dus ik ga vandaag eerst beginnen met mijn gezichtsmake-up. En ik ga eerst mijn gezicht primen. En een van mijn primers die ik het minst gebruik is mijn Filorga Primer. Time Flash Primer. Dit is echt een hele dure primer. Maar ik gebruik hem niet zo vaak. Ik weet niet echt waarom, want ik vind hem gewoon wel echt goed. Hij maakt mijn gezicht heel smooth. Maar ik moest hem ook echt net onderaan pakken. Hij lag helemaal onderin. En vaak wanneer ik iets gewoon niet vaak zie, pak ik het ook niet en dan vergeet ik het. Dus dat is een beetje de reden waarom ik hem niet gebruik. Maar ik vind hem wel goed. Dit merk is te koop bij de Easy Paris. En dit smeer ik dan gewoon zo in over mijn hele gezicht. Het maakt mijn gezicht echt heel mooi smooth en zo. Ik heb persoonlijk geen vettige huid, maar ik denk dat je vooral ook voor een vettige huid heel fijn gaat zijn, omdat je ook echt een beetje matteert. Wow, hij is echt heel goed. Ik moet hem echt vaker gaan gebruiken. Wat de F. Hij heeft het hier zo helemaal mooi smooth gemaakt. Love it. Dan ga ik verder met foundation. Een foundation die ik niet vaak gebruik is mijn Ordinary Foundation. Dit is echt een prima foundation. Hij is ook lekker betaalbaar. Te koop bij de Douglas. Ik gebruik hem niet meer zo vaak. Puur alleen door de kleur. Ik heb de kleur 2.0N. Dat is licht medium. Maar hij is echt... Oh. Gaat er gewoon één video voorbij waarin ik niks laat vallen? Nou. De kleur is veel te licht voor mij. Ik heb die ooit gekocht in de winter toen mijn huid echt op het lichtst was. Ik bruinde toen ook helemaal niet. Ik was echt op het witst dat ik kan zijn. En toen heb ik deze dus gekocht. Dus voor nu is die echt veel te licht voor mij, omdat ik ook bruin nu en zo. Maar mijn tan is nou ook een beetje aan het vervagen. Dus ik ben nou weer iets lichter dan normaal. Dus ik hoop dat die nou een beetje gaat matchen. Maar ik denk dat die alsnog te licht gaat zijn. Maar dat is dus de reden waarom ik hem niet meer zo vaak gebruik. Puur alleen omdat de kleur niet matcht. Dus ik ga hem nog wel kopen in een donkerdere kleur, want ik vind hem wel fijn. Alleen, ja, ik ben er gewoon nog niet echt aan toegekomen. Kijk, hij is echt te licht voor mij. Oh my god, ik ben echt net zo'n spook. Maar ik ga ook cream contouren en bronzen en zo. Dan hoop ik dat ik het op die manier straks iets donkerder kan maken. Maar voor nu is hij echt te licht voor mij. Maar hij is wel heel mooi. Hij maakt heel mooi smooth. Hij heeft een goede medium dekking. Dan ga ik verder met concealer. Een van de concealers die ik het minst gebruik is mijn Fenty Beauty Concealer. Ik heb de kleur 210. Deze heb ik wel een tijd toen ik hem net had echt wel vaak gebruikt. Maar nou omdat ik gewoon andere concealers kreeg en zo en... Ja, toen gebruikte ik hem gewoon niet echt meer. Ik heb ook echt superveel concealers. Dat is echt een van de make-up producten die ik echt het meeste heb. Dus ja, heel veel concealers worden dan ook gewoon minder gebruikt. Maar ik moet wel zeggen, dit is echt wel een goede concealer. Ik vind het echt een fijne concealer. Het is niet dat ik hem niet gebruik omdat ik hem niet goed vind ofzo. En dan een cream contour product dat officieel niet echt een cream contour product is. Maar zo gebruik ik hem wel. En ik gebruik hem het minste van al mijn cream producten. En dat is mijn Revolution Conceal & Define Concealer, alleen in de kleur C14. Maar ik gebruik hem niet zo vaak, omdat ik eigenlijk gewoon heel vaak neig naar de Fast Base van Revolution. Die vind ik fijn om mee te cream contouren. En mijn Huda Beauty en zo, dus vandaar dat ik hem niet echt vaak mee gebruik. Maar ik vind hem op zich wel fijn. Alleen hij kost wel iets meer tijd om te blenden dan mijn andere cream producten. Dus ik denk dat dat ook wel een reden is dat ik er niet meer zo snel naar neig.
Voor de mensen die het misschien opvalt dat ik mijn NYX Cosmetics spons niet meer gebruik, ondanks dat ik hem geweldig vind. Dat is omdat ik hem kwijt ben geraakt. Ik heb geen idee waar hij is. En ik wil hem al heel tijd opnieuw bestellen. Maar heel tijd wanneer ik een video maak, denk ik eraan om hem weer te bestellen. Maar dan ben ik klaar met mijn video. En dan is het het moment om hem opnieuw te gaan bestellen. En dan vergeet ik het weer. Dus ik vind hem nog steeds geweldig. Maar ik ben hem gewoon kwijt. Dus dat is wel een beetje vervelend. Ik ga iets meer van die concealer aanbrengen, van die cream contour. Want ik wil iets bruiner zijn. Ik had net niet zoveel aangebracht. En omdat mijn foundation echt te licht is, moet ik echt iets bruiner zijn. Een losse poeder die ik niet meer zo vaak gebruik is mijn Revolution Lace Poeder. Ik vind hem gewoon fijn. Het is echt een goede betaalbare losse poeder. Alleen ik neig toch heel tijd sneller naar mijn andere poeders. En ik weet niet waarom, want ik vind hem wel echt geweldig. Dus dit is op het moment mijn minst gebruikte poeder. Maar hij is wel gewoon fijn. Zo, nou heb ik een mooi mat gezicht. Mensen, ik heb hier een puist. Super irritant. Hij valt ook echt op. Dan poedercontour. Ik heb maar twee producten voor poedercontour die ik heel tijd afwissel. Dus qua deze categorie is er niks wat ik het minst gebruik. Dus ik gebruik gewoon weer een van mijn twee producten. En vandaag ga ik voor mijn Kat Von D Shade & Light paletje in de kleur Deep. En hiermee ga ik even mijn neus en mijn wangen een beetje contouren. Ik doe ook een beetje contouren hier bij mijn kaaklijn om iets meer kaaklijn te creëren en die onderkin een beetje te verbergen. Dan breng ik ook altijd nog een pressed poeder aan, hier zo, om het hier een beetje te verlichten. Mijn nagel is gebroken, oh my god. Ik gebruik hiervoor mijn Revolution matte poeder in de kleur P2. Dit is echt een hele fijne poeder, maar mijn minst gebruikte pressed poeder. En dat is eigenlijk alleen omdat ik gewoon echt naar mijn Benefit poeder neig. En dat vind ik gewoon echt de beste pressed poeder die ik heb. Dus ik neig altijd heel snel naar die. Dus vandaar dat deze niet meer zoveel wordt gebruikt, maar ook deze weer vind ik wel fijn. Zo, dit breng ik echt alleen maar hieraan. Als je echt een hele extreme droge huid hebt, dan zou ik dit overslaan. Dan een beetje wegvegen met een kwast. En dan breng ik een beetje aan van mijn Max & More Fixing Spray om alles minder poederig te maken en mooi in elkaar te laten smelten. Ik had hier wel een beetje beter kunnen blenden. Oké, dan is mijn basis helemaal klaar. Ik ga nou heel even stoppen met mijn gezicht, want ik ga nou beginnen aan mijn ogen. Voor mijn ogen heb ik een oogschaduwpaletjes. Ik heb een heleboel oogschaduwpaletjes. Elk oogschaduwpalet die ik heb is minimaal één keer gebruikt. Dus ik heb gekeken naar welke paletjes heb ik allemaal slechts één keer gebruikt. En van die paletjes heb ik gewoon één paletje gekozen. En één van die paletjes is mijn Pixie Heart Defense paletje. Deze heb ik één keer gebruikt, ook gelijk hier op YouTube in een video. En ik vind het echt een mooi en een fijn paletje. De kleuren zijn ook echt prachtig. Pixie is te koop bij themakeupspot.nl.com. I don't know. Is gewoon een Nederlands webshop. Maar ik heb dit paletje verder niet meer zo vaak gebruikt. Eigenlijk gewoon helemaal niet meer. Ik heb hem alleen maar één keer gebruikt in die video. Omdat ik toch altijd wel heftige looks maak. Dit paletje is meer een naturel everyday look. Ook prachtig. Maar ja, ik ga toch altijd meer voor de heftige looks. Dus vandaar dat ik hem niet meer echt heb gebruikt. Maar vandaag ga ik weer hier even een look mee maken. Dus we gaan inzoomen op de ogen. Oké, andere lens zit erop. Dus we zijn weer iets meer ingezoomd. Ik heb dus al een soort van geprimed met concealer. Dus die stap kan ik overslaan. Ik wil vandaag een beetje vooral de donkere kleuren in het paletje gebruiken. Als je ook een andere look wilt zien met het paletje, ik zal even die video hier in beeld brengen. Als je naar die video gaat, dan zie je een andere look met het paletje. Want het is echt een goed paletje, jongens. I love it. Ik ga eerst beginnen met deze lichtere oranje matte kleur voor in mijn Arcarbo. Die kleur heet By the way, Fab Fourth. De namen van de kleuren staan achterop. Dat vind ik altijd vervelend, want dan weet ik nooit precies welke kleur welke nou is. Ik gebruik nu mijn BH Cosmetics 101 kwast, fluffy kwast. Die gebruik ik altijd voor mijn arcade bovenkleur. En dan blend ik het gewoon zo in. Dan pak ik de iets meer donkerbruinige oranje matte kleur. Die heet Always Dancing. En die kleur breng ik ook aan in mijn arcade boven. En dan ga ik in met echt de donkere matte kleur. Die heet Lipsing. En die kleur breng ik ook aan in mijn arcadeboog. Maar nu blijf ik echt super laag. En ik gebruik gewoon nog die fluffy kwast van net. Oké, mijn arm is gewoon moe van het blenden. Omdat ik hem heel zo omhoog moet houden. Normaal als ik me opmaak doe ik mijn elleboog op mijn bureau. Maar wanneer ik een video maak kan dat niet. Want dan ben ik echt helemaal zo. En dit kan zo niet. Dus ik moet het heel zo omhoog houden. En nu is hij moe.
Ik heb dus wel eens zo'n meme gezien met de blending is my cardio. En dat is gewoon echt. Ik ben nou gewoon echt mijn arm hier aan het trainen. Zo, blenden echt top. Echt een goed paletje. Dan ga ik ook nog in met deze matte nude kleur hier. Die heet Oh He Got Money. En ik maak even mijn fluffy kwast schoon op deze schoonmaak. Blikje. En dan pak ik die kleur en dan ga ik een lichtjes over de randen heen. Om de rand iets meer smoky te maken. Iets meer blurry. Dit is echt een hele handige truc om je oogschaduw ietsje meer geblend te laten lijken. Oké, dan ga ik alle drie die kleuren die ik in mijn arcadeboog heb aangebracht ook aanbrengen op mijn onderste wimperrand. En ik ga de glanzende kleur hier gebruiken. Die heet Coffee. En die kleur breng ik aan over mijn gehele ooglid. Ik gebruik hiervoor een platte kwast van BH Cosmetics. Dit is nummer 102. En ik maak mijn kwast mat met fixing spray. Wauw, mensen, kijk even dit. Is dit niet prachtig? Dit is echt een goed paletje. Ik moet hem echt vaker gebruiken. Dan pak ik weer die donkerbruine kleur, Lip Sync, de kleur hier. En dan ga ik een beetje die glanzende kleur inblenden met de matte kleuren. De glanzende kleur heeft wel een beetje fallout. Dat hadden de matten niet, maar je kunt het er gewoon zo afsweepen. En dan wil ik proberen om die glanzende kleur ook aan te brengen een beetje op de onderste wimperrand. Ja mensen, ik vind het echt heel mooi. Heel mooi smoky zo. I love it. Dan zijn we klaar met dit paletje. Dan wil ik ook een winged eyeliner aanbrengen. En de eyeliner die ik het minst gebruik is mijn Essence Liquid Ink Eyeliner. En dit is de waterproof versie. Ik heb deze volgens mij letterlijk nog nooit gebruikt. Ik heb die gekocht een keer omdat ik dus een waterproof wilde hebben voor het geval ik, weet ik veel, ging zwemmen of zo. I don't know, voor het geval ik op een dag iets van waterproof moet hebben. Dus vandaar dat ik hem wel heb. Maar ik heb hem nog nooit gebruikt omdat er nog nooit iets is geweest waarbij ik echt waterproof make-up op moest doen. Dus vandaar, maar deze ga ik dus vandaag wel gebruiken. Dit is hoe die eruit ziet, zo lekker dun, daar hou ik van. Ik vind het echt een fijne Essence eyeliner. Het enige wat ik iets minder vind is dat hij niet super goed dekt. De oogschaduw kwam er echt heel tijd doorheen. Dus je moet er wel echt een aantal keer overheen om het goed zwart te krijgen. Het kwastje is echt super fijn, super dun. Dus ja, ik vind hem wel fijn. Je moet alleen ja, een aantal keer eroverheen. Maar voor die prijs is hij prima. Mijn minst gebruikte mascara is deze kleine versie van de Rituals 3-in-1 mascara. Deze heb ik ooit gehad in een goodie box. En ik vond hem echt super fijn. Ik vind hem nog steeds fijn. Alleen ik denk omdat hij zo klein is dat ik hem niet zie. En zoals ik al net zei, wanneer ik iets niet zie, vergeet ik het en gebruik ik het niet. Dus vandaar. Maar hij is wel heel fijn. Oké, dan nep wimpers. Ik heb een aantal nep wimpers die ik nog nooit heb gebruikt. Dus dat zijn dan ook automatisch mijn minst gebruikte wimpers, obvious. Een van die wimpers zijn nummer 709 van de Primark. Deze heb ik ooit gekregen en ik vind ze echt prachtig. Ik heb ze alleen nog niet gebruikt omdat ze mij niet zo heftig lijken. Ze zijn in principe wel heftig hoor, maar voor mij zijn ze niet heftig genoeg, denk ik. Dus ik denk dat ik vandaar ze nog niet heb gebruikt, maar ik ga ze dus vandaag gebruiken. Ik ga ze even opdoen. Kom ik zo bij jullie terug. Nou, daar ben ik weer. Ik vind ze mooier dan verwacht. Ze zijn wel gewoon echt naturel op mij. Tenminste, voor mij is het naturel. Maar ik vind ze wel echt heel mooi. Dus dit zijn echt wel wimpers die ik zou gebruiken gewoon voor everyday. Ik heb ook een nude oogpotloodje aangebracht in mijn onderste waterrand en mascara op mijn onderste wimpers. En that's it. Dan is de ooglook gewoon nou helemaal af. Heel mooi smoky. We gaan weer uitzoomen en dan gaan we verder met het gezicht. Ik ga natuurlijk ook mijn gezicht bronzen lekker veel, omdat de foundation dus te licht is. En een van mijn minst gebruikte bronzers is mijn mini Too Faced bronzer. Dit is de kleine variant. Hij is echt heel erg cute. Kijk dit. Deze gebruik ik niet zo vaak omdat ik de kleur iets te poepbruin vind. Het is niet zo'n mooie warme bruine kleur, maar het is echt gewoon letterlijk bruin op mijn huidskleur. Dus vandaar dat ik deze niet zo vaak gebruik, maar vandaag wel. Ik vind hem by the way wel heel fijn, dus misschien met een andere huidskleur is hij wel mooi. Hij ruikt wel echt heerlijk, echt naar chocola. Kijk, ik zie nou ook weer, het is niet zo'n mooie warme kleur. Het is echt gewoon bruin. En ik brons lekker veel, want we moeten een beetje bruiner worden. Ondanks dat de kleur mij niet heel goed staat. Een van mijn minst gebruikte blushes is deze Essence Blush in de kleur 10 Befitting. Echt een prachtige blush. De kleur is ook echt prachtig. Alleen heb ik altijd het probleem bij blushes van Essence. Oh mijn god, hij gaat gewoon niet open.
Ga eens open, joh. Ja, hij is open. Mijn probleem met de blushes van Essence is dat ze super snel vervagen. Blush is sowieso altijd wel iets wat best wel snel vervaagt. Maar deze van Essence vervagen echt binnen een uur en zo. Dus vandaar dat ik hem niet echt meer heel vaak gebruik. Maar ik vind het wel echt prachtig. Hele mooie kleur. En heel mooi mat en hij brengt fijn aan. Zo, lekker veel zoals altijd. Een van mijn minst gebruikte highlighters is eentje van Elf. Deze was echt een favoriet van iedereen vroeger. Dit was echt een hele hype. Je moet wel een laagje eraf schrapen en daaronder pas komt echt de glow. Anders heb je echt bijna geen glow. Ik gebruik hem bijna niet meer gewoon omdat hij gewoon verzeld is geraakt met alle andere highlighters. En ja, vandaar. Maar ik vind hem wel heel mooi. Hij is wel vrij aan de lichte kant. Wanneer ik bruin is hij ook te licht voor mij. Dus dat kan ook een reden zijn waarom ik hem niet meer zoveel gebruik. Maar ik ben nou weer ietsje lichter. Ja, hij is wel echt heel licht. Het is gewoon bijna wit op mij. Dus dat kan niet echt. Maar als je een hele lichte huidskleur hebt, dan vind je hem echt wel mooi hoor. Echt, wat heb ik vandaag met al die te lichte producten joh. Oké, dan ook nog de lippen. Wat gaan we doen met de lippen? Wat gebruik ik niet heel vaak, jongens? Ik heb hier een lipstick van Miss Lynn. Die had ik ooit in een video getest waarbij ik een full face deed met Miss Lynn producten. Ik heb hem in de kleur 55. Het is een beetje een... Ja, wat voor kleur is dit? Paars, roze-achtig. Ik vind het wel een mooi matchen met mijn oogschaduw. En deze heb ik letterlijk maar één keer gebruikt. Alleen maar in die video. Dus ik ga hem vandaag weer gebruiken. Waarom gebruik ik hem niet vaak? Want ik vind de kleur niet zo mooi. Dit is niet echt een kleur waar ik naar neig. Maar de lipstick is wel gewoon fijn. Echt een hele fijne lipstick. Hij is zo lekker creamy en hij heeft super veel pigment. Er komt veel kleur vanaf en dat vind ik fijn. Vooral met zo'n heftige kleur. Een van mijn minst gebruikte setting sprays is mijn Makeup Obsession Fit Fix Spray. Ondanks dat ik hem wel fijn vind. Maar ja, ook dit is weer zoiets wat gewoon verzeld is geraakt in de rest van de fixing sprays. En dan zijn we klaar jongens. Nou, ik moet echt zeggen, ik vond het echt een leuke video om te maken. Vooral omdat ik weer make-up producten kon gebruiken die ik al een tijdje niet had gebruikt. En dat vind ik altijd super leuk om te doen. Ik ben ook echt best wel blij met hoe de make-up look is geworden. Het zijn echt wel kleuren die ik niet heel vaak opdoe. Dus dat is ook wel weer leuk om te zien. De foundation was echt te licht. Maar op zich zie je daar nou niet meer heel veel van. Het is best wel goed allemaal met elkaar ingeblend. En de bronzer en de contour hebben mijn gezicht echt wel weer iets donkerder gemaakt. Dus ik ben best wel blij met hoe het is geworden. Ik moet ook nu een andere video maken waarbij ik deze make-up ophoud. Dus ik was een beetje bang dat de make-up look niet goed zou worden en ik me alsnog opnieuw zou moeten opmaken. Maar dat hoeft echt absoluut niet. Deze look ziet er echt gewoon prima uit en I love it. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie van de video vonden. Dus let me know hier beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaatseer ook twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!